Het verhaal dat wij gaan vertellen begint in China in de 3e eeuw voor Christus. Het land gaat gebukt onder een donker tijdperk van constante oorlog, de periode van de strijdende staten. China is geen unitaire staat. Er is niets dat de regio's bindt, er is geen gevoel van samenhorigheid, maar een voortdurende dreiging van vijandschap, oorlog en dood. In 221 voor Christus riep koning Zheng zichzelf uit tot de eerste keizer van het land. Hij stichtte de Qing-dynastie en gaf daarmee zijn herenigd land ook de naam China. Met geweld en oorlog veroverde hij de strijdende staten en verenigde zo heel het land. Hij was de eerste keizer van China en werd voortaan Qin-Shi-Huang genoemd. Hij stond bekend als een vrede en vooruitgaande heerser die makkelijk doodde. Hij liet een algemeen verbod op het verleden. Het verleden mocht in geen enkele situatie vermeld worden. Zijn eigen geleerden mochten er niet over spreken. Geschriften uit de vorige dynastieën werden verbrand. Deze sterke, medeloze heerser had echter wel een angst. Een angst zo groot dat het zijn leven, zijn gedachten compleet overnam en hem slapeloze nachten bezorgde. Beste reizigers, jullie zijn van ver gekomen en zijn waarschijnlijk moe. De keizer wacht op jullie, dus we gaan jullie niet langer ophouden. Maar voor jullie binnentreden zijn er enkele formaliteiten waar jullie aan moeten houden. 1. Kijk de keizer niet in de ogen. Praat enkel als u iets gevraagd wordt. U dient te buigen als teken van respect voor de keizer. En als u niet weet wat te doen, kunt u altijd ons vragen. Ik ben bang. Bang van de dood. Dit gevoel van vrees en timiditeit hebben een ongelooflijk grote invloed op mij en mijn manier van leven. In het oude China geloofden we in kwade geesten die in open lucht rondzwerven en klaar zijn om hem toe te slaan. Om ons mee te nemen naar het land van de doden. Na 3 aanslagen op mijn leven heb ik besloten om een serie ondergrondse tunnels aan te leggen, zodat ik mij ongezien kan verplaatsen naar mijn 200 paleizen. Ik ben geobsedeerd door het eeuwig leven. En daarom heb ik jullie, mijn beste alchemisten en geleerden, op een missie gestuurd naar de mythische berg Pinglai. Naar het land der onsterfelijkheid. Naar een plaats waar geen pijn bestaat en geen winter. Waar er juwelen zijn die aan de bomen groeien en waar het er vruchten zijn die eeuwig leven kunnen geven, eender welke ziekte kunnen genezen en zelfs de doden doen herrijzen. Waar er wijnglazen zijn die nooit legen en ook de rijstborden die nooit leeg raken. Maar jullie zijn gefaald. Jullie nietsnutten zijn er niet in geslaagd om mijn levenselixer te vinden. Jij daar, met die blauwe fles, wat heb je ontdekt? Het levenselixer, denk ik wel. Om het levenselixer te vinden. Volgens overleveringen had hij kwikpillen ingenomen die volgens zijn alchemisten onsterfelijk zouden maken. Zijn zoon zal dan de keizer worden die na 2 jaar regeringstijd van de troon wordt gestoten. En de Qing-dynastie zal hierna zijn einde ontmoeten om plaats te maken voor de nieuwe Han-dynastie. Maar we kennen Qin Shi Huang, de eerste keizer van China, het beste door zijn terracotta-leger. Het terracotta-leger representeert de echte samenstelling van het leger van Qin Shi Huang. Dit zijn beelden verwaardigd uit aardewerk
die levensgroot zijn. Aanvankelijk waren deze soldaten in heldere kleuren geschilderd, maar het werf is doorheen de jaren gewoon verdwenen. Het leger bestaat uit het voetvolk, kruisboogschieters, ruiters met strijdwagens en paarden en allen staan ze paraat voor een veldslag. Sommige soldaten dragen een harnas en anderen zijn gekleed in een uniform. De soldaten zijn tussen 160 en 180 centimeter lang. Er wordt gezegd dat alle terracotta krijgers gebaseerd zijn op echte mensen. Ieder gezicht is uniek. Dankzij wetenschap en de technologie zijn er nieuwe onderzoeksmethodes ontstaan. Dankzij deze onderzoeksmethodes konden wetenschappers de gezichten analyseren en herkennen. Alle gezichten waren verschillend. Is het fantasy of zijn ze gebaseerd op levensechte mensen? We zullen het nooit weten. Aan het eind van de bouw van het graf werden de mensen die mee hadden geholpen levend begraven in het ondergrondse paleis, zodat geen van de geheimen zich konden openbaren. Het leven van een onderdaan was betekenisloos, zonder de meester. Het was een eer om te sterven voor de keizer. Daarom was er weinig tot geen verzet. Het terracotta-leger werd voor het eerst pas ontdekt in 1974 door een stel Chinese boeren die een put aan het graven waren en zo per ongeluk een terracotta-soldaat hadden gevonden. Het was de grootste archeologische vondst van de 20e eeuw. Dus wat wij eigenlijk hebben gedaan, is de invloed van symbolen die kunnen hebben op onze bewustzijntoestand. We hadden iemand een wierook meegegeven. Ja, dat was eigenlijk als teken van, wij komen eigenlijk uit de vuile wereld, de besmette wereld. En deze is eigenlijk de wereld van de keizer. En dat is hier de reine wereld en wij mogen hier niet zomaar binnenkomen. Ook de overgangszone tussen deze wereld en de wereld hierachter hebben we wetten opgesteld van je mag de keizer niet in de ogen kijken en zo. Ook zoals respect en onderdanigheid. De aanwezigheid van een godsheid in materiële vorm, ja, daar zit de keizer en we hebben ook een klein beeldje van het terracotta-leger. Participatie, wat jullie allemaal heel goed hebben meegedaan, is in ons toneeltje. Jullie hebben echt meegedaan in zogezegd de wereld van de keizer. De aandacht trekken. Voor jullie binnenkwamen stonden daar twee wachters die echt duidelijk maakten van deze is de wereld waar wij jullie komen en hier is een nieuwe wereld.